zodat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de gebiedscommissie naar eer en geweten zal vervullen. Jongens, wat is daarop je antwoord? Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Meneer Kruis. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Meneer Verkeren. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Meneer Van Rooyen. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Eenzijds, een foto. Dames en heren, dames en heren. En we leggen alles langs de meetlat van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en de solidariteit. En dat betekent dus dat we dus de voorstellen zonder meer, dus op waarde dus beoordelen. Nou ja, er zijn altijd verbeteringen aan te brengen in plaats van anders en alleen maar commentaar te leveren. Ja, moet je er maar eens een keer instappen om te kijken of je dan ook wat voor elkaar krijgt, lijkt mij. We proberen om te kijken van wat kun je dan binnen zo'n commissie doen. Want je hebt niet veel bevoegdheden, maar echt naar mensen toe gaan en ook kijken van wat hebben ze nodig, hè? Waar knelt het? De vorige periode was natuurlijk voor iedereen wel een gewenningsperiode. En je ziet nu wel een aantal voormalige gebiedscommissieleden die terugblijven of die blijven. Dat is goed in verband met de ervaring en dergelijke. Toch ook een stukje feitenkennis wat ze van Sjaarloos opgedaan hebben. Wat we nu de komende 4 jaar, de komende periode, denk ik goed kunnen gebruiken. En gezien alle ontwikkelingen in Sjaarloos. Dat is niet alleen op Heijplaat, maar dat is ook in de Wielerwaal. Hier in dit mooie gebied waar we nu staan, Hart van Zuid. Ik bedoel, er staan hele mooie dingen te gebeuren en dat is alleen maar mooi. Mijn geld op deze dag, dus ja, het kan niet beter, eerlijk gezegd. Leven de koning! Kijk!
met de WhatsApp buurtpreventiegroep. Ik denk dat een hoop mensen al weten waar het over gaat. Nou, er zijn de laatste tijd op de Sjaarloze Dijk heel vervelend, maar best wel veel inbraken. En veel verdachte situaties waardoor de bewoners aan de bewonersorganisatie gevraagd hebben van kunnen jullie daar wat mee? Dat hebben we dus gedaan. Ja. We hebben alle organisaties zoals Stadstoezicht, de politie, de brandweer, ambulance, een slotenmaker bereid gevonden om hier naartoe te komen. En voor mij kun je ook centraal bij de politie laten registreren dat als er iets gebeurt... Oh, dat komt zo, sorry. Voor deze avond hebben wij een presentatie in elkaar gezet. Eigenlijk om te vertellen wat de politie op dit moment doet. Ja, er zijn toch wel een paar strubbelingjes af en toe, hè, met gewoon overlast van met name jongere verkeerplaatsen. Okay. Ja, inbraak heb ik gelukkig last van gehad, toch? Maar dat is wel een beetje een eikel punt, hoor, jezelf. Ja, de BSCL is best wel actief, een actieve vereniging. Die probeert de bewoners een beetje bij elkaar te brengen en met elkaar sta je sterker. En als je dan weet van de organisaties die er zijn, wat er van je verwacht kan worden als bewoner zelf om daaraan mee te werken, nou, dan doen we daar graag ons steentje aan bijdragen. Nou, ik was gewoon geïnteresseerd in het rijden en zeilen op de dijk. Dus ik wil kijken wat voor informatie te vergaren is en dat soort dingen. Dus dat is de reden. Deze avond willen we eigenlijk vooral bewustwording op veiligheid en inbraakpreventie, zeg maar, leggen. En ook hebben wij de mobiele telefoons meegenomen, dat het ook erg belangrijk is dat je de e-mailnummer weet en ook veilig stelt. Zodat stel dat bij diefstal is, dat we altijd ten alle tijde alles terug kunnen vinden. En dit geldt natuurlijk ook voor sieraden, spullen die je kwijt bent. En het liefst hebben wij als politie foto's met serienummers. Dus dat is eigenlijk wat wij de mensen hier bewust willen maken.